Ik ben wethouder in deze gemeente en local burgemeester. En ik kreeg een melding van een grote oploop bij het Van Hertsplein met heel veel motoren. Verschillende motoren van allerlei vreemde merken en vreemde uitdossingen. Dus ik denk, ja, laat maar eens gauw kijken. En hoe kun je zo snel mogelijk zijn met de motor? Dus ik heb de motor uit de schuur gegrepen. Ik denk, moet natuurlijk wel in de kleuren komen van Kampen, wit en blauw. Maar ik heb inmiddels begrepen dat u hier eigenlijk bent op uitnodiging van de burgemeester. Ja, en die is er vandaag niet. Hij geniet van een welverdiende vakantie. Want de burgemeester Port Koelewijn is een tijdje geleden in Rijsseholte geweest. Op bijeenkomst van dit gezelschap. En ik heb begrepen dat hij gezegd heeft, kom eens een keer naar Kampen. Nu heb ik begrepen dat de horeca van Kampen die uitnodiging ter hand heeft genomen. En gezegd heeft van, beste mensen, kom eens een keer naar Kampen. Regelen wij mooi weer, een mooie plek aan de IJssel. En dan maken we er een fantastische middag van. Ik wil alvast vragen om naar voren te komen. Wat een geweldig gezelschap is dit. En ik wil u nogmaals herinneren hoe het zo is ontstaan. De Kampen Horeca die kwam eigenlijk met het initiatief. Dus dat is al heel bijzonder. Dat we niet als kerken hebben gedacht van wat kunnen we organiseren rondom de Kamper uitdagen of de zomermaanden. Maar de Kamper Horeca die kwam met het initiatief en daar zijn we op verder gaan borduren. Het was hun wens ook om de motorrijders uit te nodigen en daar gaven zij graag gehoor aan. We hebben een hele mooie praiseband samen kunnen stellen, die zult u vandaag horen. Zo zijn er verschillende mensen die hun bijdrage leveren aan deze praisedienst. Het is iets anders dan die u waarschijnlijk normaal in de kerk gewend bent of misschien bent u daar nooit geweest. Maar dit is een ideale mogelijkheid om op een hele andere, ontspannen manier God groot te maken en ja, ook te ontdekken wat heel veel mensen inspireert om wekelijks bij elkaar te komen. Ik wil graag vragen of Evert van de CMA, Christian Motorcyclist Association, dit samen zijn opent met een gebed. Ja, we willen deze middag, deze dienst ook toch aan de Heer opdragen. Want ja, we kunnen van alles verzinnen en organiseren. Maar zonder zijn zegen, dan wordt het niks. Laten we bidden. Lieve Heere God, Vader in de hemel, dank je wel voor deze geweldig mooie dag. Dank je wel dat we hier met zoveel mensen samen mogen zijn. Heer, om toch ook iets vanuit uw woord te horen. Vanuit de Bijbel. Uw Bijbel die, waarvan de Bijbel zelf zegt, het is een lamp voor onze voet, een licht voor ons pad. Om ons de weg te schijnen die we gaan moeten. Dank u wel, Vader, dat u zoveel mensen op de been hebt gebracht. Dank u wel ook voor het mooie weer. Dank u wel voor al uw zegeningen. En we zegenen, willen zo een zegen over deze dienst ook bidden. Heer wil door uw geest in onze harten werken. Vragen we van u in Jezus' naam. Amen. It's a beautiful day. Als christen. Je kunt het zien aan de patches op ons vest, de spreuken die daarbij staan. Ons logo, daar staat in, riding for the Son, rijden voor de Zoon, rijden voor Jezus Christus. Vaak al een opening voor een gesprek. En wat wij merken, als we in het veld zijn,
dat mensen ook wel benaderen en daar vragen over hebben. En soms zo ook wel met hun persoonlijke verhaal naar ons toe komen. We gaan naar motorbeurzen, we gaan naar feestjes van clubs waarvoor we uitgenodigd worden. We gaan naar motortreffers, we gaan meedoen aan toertochten en al dat soort zaken. Ja.
verlangen is echt dat u hier anders weggaat dan dat u gekomen bent. Niet alleen omdat u waarschijnlijk een kleurtje oploopt vanmiddag, maar ook omdat u wordt bemoedigd door het samen zijn van zoveel mensen met hetzelfde verlangen om God te aanbidden op dit moment. Zo in de buitenlucht.